Het is maandag 22, ja, 22 juli. En we gaan weer de Daily Challenge doen. Hoi, kruisje. We zullen eens zien wat het gaat worden vandaag. Tijd om wat locaties te ontdekken of herontdekken. Dit ziet er vrij Engels uit. Ja, dit ziet er. Ja, dit ziet er vrij Engels uit. Ashby. M1. Volgens mij zat M1 toch in de buurt van. Ja, hier. Eens kijken of. Ashby en Leicester. Ja. Crap. Leicester. Kijk, Leicester is naar de A6. Dan ga ik naar het zuiden toe. Ik ga naar het zuiden voor. Oké. En op de M1 ga ik naar. Dit is de A6. Op de M1 ga ik naar Ashby en Shapshed. Dit is Shapshed. Even kijken. Ja, dat is naar het zuiden toe. Ashby. Volgens mij ben ik in Ashby. Denk ik. Zomaar eens. Het zou anders niet logisch zijn dat dit een Ashby Road Roundabout is, namelijk. Oh, kijk. Dit. What the fuck? Laat los. Dit is de Ashby Road. Dan houdt hier op. Joh. Ha. Huh? Maar dit is helemaal niet. Maar dit is ook nog Ashby Road. Zou ik hier dan zitten? Als dit is een roundabout, dit is Ashby Road. Het zou makkelijk kunnen hoor. Dus dan, hoe ver is. Ah, kijk, ik zat er heel dichtbij. Dat is leuk om zo te puzzelen. Hey, hallo. Dit is de Filipijnen. Oh. Ik denk het wel, want ik zie welcome staan. En zoals we weten. Maar goed, nogmaals, ik. Ik sluit nooit iets uit. Kijk, dit moet toch wel vrij. Ja, ik denk toch wel dat dit erop wacht. Ja, dit is toch wel. Dit is toch wel de Filipijnen, ja. Het zou mooi zijn als ik dan. Dat stadje zou vinden. Ja, ik zou namelijk niet anders weten waarom hier allemaal in het Engels erop staat, weet je. En zijn dat ook niet de Filipijnse kleuren daarachter? Volgens mij wel toch. Oké. Ja. Even kijken hoe het.
Het heette Kalapi en dan Brupi. Dus het beste zou zijn als ik Kalapi of zo zou vinden. En dan zou het op een eiland zijn. Kan dat? Dat kan zeker. Ja. Wat ik zeg, ik zou graag. Nee, ik denk niet dat ik zo ver hoef in te zwemmen. Ik loop me eigenlijk waarschijnlijk God te zoeken, terwijl het waarschijnlijk al lang in beeld geweest is. Dat mensen loopt, dat iedereen loopt. Ha! Sukkel, heb je dat nou echt niet gezien? Nee. Deze sukkel heeft dat niet gezien. Hey, San Francisco. Ik zit. Poeh. Maar ik zat hier ergens op dit moment of zo. Ik had nog wel een stukje hoger gemogen. Oké. Oh, wauw. Dit. Jezus, wat een mooi uitzicht. Oh. Mensen. En dit is. Ja, dit is volgens mij Zuid-Afrika. Kan bijna niet, joh. Zou dit zo. Ik zou bijna denken, maar. Dat dit. Want volgens mij staat het in. Ik weet niet of Nieuw-Zeeland met. Met dingen werkt. Met kilometers. Engeland werkt sowieso met miles en volgens mij Australië ook. Maar werkt Nieuw-Zeeland met miles? Op dit moment, daarom zit mijn hoofd op dit moment in Zuid-Afrika. Het zou zelfs Tasmanië kunnen zijn. En Tasmanië werkt volgens mij met kilometers ook. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dit Zuid. Aan de andere kant, ik weet wel dat ze een gebergte hebben. Nee, dit is niet. Ik denk niet dat dit Zuid-Afrika is. Eens kijken of hier misschien wat met. Nee, ik denk niet dat dit. Ik denk dat dit. God, dat is echt een gok. Het zou Schotland kunnen. Nee, want Schotland werkt ook niet met kilometers. Oh. Dit gaat me het vertellen waarschijnlijk. Mountain White Bridge, Horden Valley. Dat klinkt allemaal niet als dit. Hier wel. Ik denk dat ik fout zet. Ik denk dat het toch Zuid-Afrika gaat zijn. Ik wil niet kijken. Was Nieuw-Zeeland! Ja! Ah, dat was het. En dan ook nog zo dichtbij, joh. Ah, dat is echt wel fijn. Ah, waar zijn we nou? We zijn in.
Is het IJsland? Ik denk het wel. Kijken of het plaatje is te klein, denk ik. De Kelduurdollar. Het zou eventueel ook nog wel. Het zou eventueel ook nog wel Noorwegen kunnen zijn. Nou, Zweden valt wat mij betreft af en Finland ook. Ja, dit is gewoon IJsland. Dit is echt 100% IJsland. Ja, of ik zal het anders zeggen. Dit is niet. Niet Zweden, Finland of Noorwegen. Ja, goh, godzijdank. Jezus. Die letter die redt het voor mij. Ik denk wel dat ik in het midden van. Arthur en Eildator. Ik ben met name bezig met namen zoeken hier vandaag. Misschien mag ik gewoon zelf nog even. Oh, dat is een wegnummer 765. Dit zijn allemaal F-wegen, dus daar moet ik niet zoeken. Hebben ze een logisch verloop hier, of is het ook echt kriskras door elkaar? Nee. Oh, hoe dichtbij zal. Mwah! Had slechter gekund. Ik bedoel, ik had hem in Noorwegen kunnen zetten. Oh, wat fijn om hiermee af te sluiten. Heerlijk. Even ter bevestiging. Yep. Nou kunnen er twee dingen zijn. Nou kan het Oekraïne of nou kan dit Rusland zijn. Als ik dit bushokje zie, dan zeg ik Rusland. Maar waar in Rusland? Het. Het is ontzettend bebost. Het is. Nou, echt. Geen verharde weg voorlopig. Ik ga zo meteen ga ik nog wel de andere kant op hoor. Kijken of ik daar iets kan vinden. Dat zou mooi zijn. Ik zit voorlopig wel echt meer richting het oosten te denken. Niet het extreme oosten van tegen de kant van Japan hoor. Echt meer het midden, zeg maar. Beetje die Wolga daar in de buurt, zeg maar. Nou, hier vind ik niks meer. Gaan we deze kant op. Kijken of we hier iets meer vinden. Kijken of er misschien iemand een. Laat ik in ieder geval eerst die dingen. Kijk, zeg maar, ik denk niet dat het hier is. Ik denk dat als het ergens is, meer hier ergens is, zeg maar.
Nou, kost Rusland kan echt heel makkelijk heel veel punten kosten. Echt heel veel punten. En het zou zelfs Siberisch Lente kunnen zijn. Yo, ik zou toch hier niet willen wonen hoor. Ik zou het niet kunnen in ieder geval. Ik vind het knap van die mensen die het wel doen. Echt. Oprecht. Ja, joh. We zullen zien of ik gelijk heb. Maar ik heb ook totaal voorlopig nog geen enkel bewijs gezien voor Vaarlandweg of wat dan ook. Het zat echt veel dichter. Oh, auw. Die Rusland, dat Rusland gedoe, dat haalt me echt zwaar onderuit. Jezus. Ja, joh, even kijken nog. Ook Rusland. Oh nee. Oh, die had IJsland fout. Deze. Oh, wauw. Dat moet pijn doen. Gewoon de rest goed hebben en deze ook. Zo, daar hebben veel mensen gedacht dat het in Canada was, zeg. Jezus, en deze. Wat ik zeg, ik heb allemaal het goede land ook, hè. Dat is iets waar ik het blijste mee ben. Deze, daar zit ik niet eens zo heel ver allemaal vandaan. Het is alleen die Rusland waar ik wat verder weg van zit. Als ik even kijk, daar heb ik een hogere score, daar heeft hij een hogere score. Heb ik de hogere score, daar heeft hij. En dan allebei. Ik had daar tussen kunnen staan, zeg maar. Maar goed, Rusland haalt me zoals gewoonlijk weer eens onderuit. Rusland, Rusland, Rusland.